Twente, in de wereld van vrede en geluk. Wie kent de mij en de Vente, kende Leupoet het dorp stuk voor stuk. Ah, goedemorgen, ja. Goedemorgen, ja. Hey, goed. Ja, joh, ja? Zeker. Dit wens een raakjes. Jazeker. Maar we liggen gisteren op Vaseboek. Er wordt een busrace uitgesteld. Ja, dat heb je goed. Maar wat heb je met bussen? Jullie hebben toch trekkers? Ja, ja, ja. Maar we gaan een jaar doen ook een busrace. En dan gaan we, nou, meestal met een man of 50. Dan gaan we op reis weer naar Duitsland in de West. Het grootste trekkermuseum van Duitsland. Nou dan ook en zo? Nee, we hebben. Dan ga je gewoon zelf met trekkers in. Ja. En we hebben het de vorige keer al samen door met een Duitse trekkerclub, de Trekkerfreunde Wilsum. En nou, dit jaar hebben we een reis gepland naar België. En dan zo op het terugweg zo gaan in Brabant. En dan waren er geen museum zo heen zonder gewoon, maar grote trekkerhandelaren die ook een heleboel oldtimers hebben. Ja, maar Brabant ligt nu wel dichter. Daar hoeft voorlopig niet in, en België hoeft voorlopig ook niet in. Dus we hebben bedacht om de busreis maar over te slaan dit jaar. Nu doen we gewoon volgend jaar. Oh, doen we gewoon bij het gewoon trekker gebeuren. Ja, oh. Nou, wie zitten bij die, de meesten die nog boeren zijn, maar die kunnen niet altijd wachten om zomaar een dag op reis te gaan. En nou, dan daar dan wel heb, zeg maar, de meesten die, die houden naar vrij, die weten het. En dat is een goede dorp, dus er moet niet zoveel meer aan gaan te schoen. Dat was nu ook in april volgend jaar dan, hè? Ja, ja. Ja, ook de zaterdag naar de Poolse weer. Ja. En dan ben je allemaal goede passen. Ja, dat hoppen we. Soms wel. Nee, maar noem maar dat corona, ja, je kunt dat ook niet gewoon elkaar aansteken in zo'n bus. Wow. Als er hier tussen zit, je steekt elkaar aan. Ja. En met een mondkapje op, waarom ook niet? Nee, dat past niet bij jullie. Nee, joh. Nee. Oh, nou ja, goed. Nee, maar, nou ja, maar zeg maar, we hebben van meer dingen ook wel georganiseerd. Dus, we doen van zomer nog wel een grote rondrit weer. En we hebben nog dit jaar in van die praatwanden en zo. Dus we zitten er ook nog niet zonder, we spreken elkaar. We spreken elkaar. En dat busrace is gewoon een extra ding erbij. Ja, mooi. Maar ja, we moeten hem een keer overslaan. Ja, maar ben je geld extra? Doet je van het jobby? Als het ook kost een dek, dan is het klaar. Ja, ja. Verder, je bent niet zo commercieel hoor. Hartstikke mooi man. Ja. Hartstikke mooi. Maar dat was ook wel vroeg om een keer met te gaan. Ja, ja, ja. Ik heb geen trekkers. Maakt niks uit. Of maak wie achterom? Je gaat maar achterom. Wat is net even nog over een kapitaal zo? Nee, maar denk ik. Hé? Spul, hè? Ja, man. Ja, joh. Ze bent te druk met allemaal, hè, die jong? Ja, ja. Als je reist overal in, hoor. Ja. Je gaat ook weekend weg met dat spul. Ja. En dan kampeert ze door op het terrein, zo vaak. Vaker. Ja. Barbecue met en zo. Oh ja, dat is hartstikke mooi. Gezellige boel. Ja, wat denk je? Als de boer er was, dan ging de bakker de rand. Dan hou geen vlees meer in de pan en geen melk meer in de kan. Als de boer er niet was, dan vlees meer in de pan en geen melk meer in de kan. Als de boer...